Yo, mensen, ik ben Rune. Goedenavond, dan gaan we verder met Codaal Survival. En vandaag zijn er een paar belangrijke dingetjes wat ik met jullie over wil hebben. Als eerste, waar de fuck is al mijn armor? Er ligt natuurlijk in de kist, want vorige keer hadden we de challenge gedaan. Waar overigens iemand reageert niet gehaald, iemand wel gehaald. Ik moet even kijken wat ik ga doen. Waarschijnlijk ga ik hem toch wel vernieuwen, weet je. Dat is zeker weet. Iedereen zegt wel gehaald. Dus ja, vandaag. Kijk, wat hebben we nog meer nodig? Zullen we zeggen, een schaar, die hebben we ook nog wel nodig. Wat we vandaag gaan doen is even het huis een beetje verder bouwen. Dus wat ik wil hebben is wat steen, weet je, waarom ook niet, nog meer steen, wat stairs, dit is ook wel leuk om te hebben. Waarom zit dat daar in, dat hoort er volgens mij wel niet in. Wat is er nou weer, kwam iemand binnen ofzo? Raar. Zand hoef ik voor mij niet, straks misschien wat hout, nog meer hout. Ja, dit is zo ongeveer wel goed. Dus wat we gaan doen is even het huis afbouwen en dan gaan we zo meteen het logo voor op het huis maken. Creeper voor een andere keer. En terwijl we dat doen gaan we eventjes een beetje praten. Ja, gewoon praten, hè. Gewoon praten. Ik denk trouwens dat we beter dat andere hout kunnen pakken wat hier ook al zit. Dat standaard hout, zeg maar meer. Deze, dat oakwood, die. Die. Dus gaan we even kijken of we die ergens kunnen vinden. En dan gaan we dan ook gelijk eventjes vertellen over wat de fuck nou. Ik bedoel met updates en dingetjes. Want, kijk, nou komt die. Mijn computer is de videokaart kapot. Oh nee, wat jammer. Ja, het is echt best wel kut. Want renderen duurt dus per video ongeveer een uur. En dan kan ik een uur, ja, fucking lang. Normaal doe ik hooguit 20 minuten. Nou, hooguit een half uurtje eigenlijk. Voor renderen. En ja, dat gaat naar dubbele tijd. Het is echt sick hoe lang ik moet renderen. En sommige video's gewoon bijna 2 uur renderen. Terwijl echt video's zijn hartstikke kort. Dus het is echt raar dat het zo lang moet renderen. Ja, dat komt dus ook kapot videokaart. De FPS in games zijn al wat lager. Dan valt bij Minecraft een of andere reden toch best wel mee. Maar bijvoorbeeld Amnesia gaat echt slecht. The Legend of Zelda's, die speel ik op emulators. Die speel ik met de capture card. En de software die loopt gewoon niet meer goed genoeg. Omdat mijn videokaart kapot is. Dat is gewoon kut. Dus dan moet ik via een andere software doen. En dan is de kwaliteit een stuk laag. Zoals je al waarschijnlijk hebt gezien de afgelopen paar weken. Dus ja, nou is de videokaart echt helemaal weg. Het gaat echt niet goed mee. Daar heb je al gezien, want ik heb nog minder uploads gehad. Dus mijn computer gaat binnenkort weg. Voor 1 à 2 weken voor reparatie. Waarschijnlijk gaat het langer duren. Want ik vertrouw echt mensen voor geen ene flikker. Dat ze zeggen met 1 à 2 weken. En in die 1 à 2 weken. Ga ik, hoe noem je het? Wel uploads maken voor Godaaf, maar niet voor Godaaf Games, want ik heb natuurlijk geen computer om het te doen. Maar ik ga dus wat Papercraft stop motions maken voor Godaaf. Dus heb je die alweer, een paar super vette. Voor Godaaf ga ik vandaag of morgen nog even snel 2 speedarts maken. Die gepland upload, dat jullie daar sowieso wel iets hebben. Maar op Godaaf Games zal het een beetje achterlopen. Wat hebben we nog meer te vertellen? Ja, Codaf Games, het gaat dus een beetje achterlopen. Ik ga wel wat paar Minecraft afleveringen en wat Pokémon FireRed fixen. Want Pokémon FireRed heb ik nou bijna uitgespeeld, weet je. Ik moet daar nu nog alleen Elite 4 opnemen. De rest heb ik al opgenomen. Elite 4 heb ik trouwens opgenomen eerst, maar terwijl ik mijn stem niet opgenomen, is echt super kut. Ja, super kut. Dus dan krijg je heel veel Pokémon dat die helemaal uitgespeeld is. Dan komt een nieuwe Pokémon daarna. Pokémon Heart Gold gaat dat worden. Ik weet wat ik ga doen. Ik ga Cyndaquil nemen en ik noem hem Zuko van Avatar. Vond ik wel vet dat ik eens iemand anders zien dat het gedaan. Vond ik wel vette naam ervoor. Ja, vond ik wel leuk. Daar ga ik gewoon echt alles een vette naam geven. Niet het grootste gedeelte alleen maar. Wat heb ik nog meer te vertellen? Ja, weinig uploads hier. Codaaf gaat weer naar elke week een nieuwe video standaard. Als ik mijn computer terug heb, ga ik een website maken. Waar ik een paar coole dingen op ga zetten. Ja, dat gewoon nog even kijken precies wat ik erop ga zetten. Maar er komt sowieso een uploadschema. Een vast uploadschema wat je daar dan goed kan zien. En daarin gaan we naar standaard elke dag video wat we nu al hebben, maar in het weekend 2 video's. En als er een ultra hardcore met edeldier is opgenomen, met team edeldier of course, dan komt die dus ook nog een keer 2 per week. Dus dan gaan we eigenlijk naar 9 tot 11 video's per week op Codaaf Games. En naar 1 video per week op Codaaf. Misschien ook nog 2, maar dan moet ik even kijken in hoeverre ik daar tijd voor heb. Want het kost ook weer tijd om het te maken, weet je. Codaaf Games, dat wordt snel gemaakt. Die video's weet je, dat is opnemen, klein beetje editen en dan ben je klaar. Alleen, Codaaf, dat is tekeningen van echt een paar uur werk.
Weet je, dan zit je gewoon, zit ik daar, wat is het, minimaal 2 uur te tekenen of zo. Nou nee, niet minimaal 2, minimaal 1 uur te tekenen. Tot wat hebben ze nou het langst wat ik heb gehad, 6 uur of zo een eindtekening. En ja, dan moet ik super lang daar zitten. Dan moet ik het allemaal weer, nou moet ik een beetje gaan editen erin. Die toren moet ik ook nog een keer afmaken, weet je, ik heb allemaal half afgemaakte dingen, dat is niet mooi hè. Dat is zeker weten niet mooi. Goed, in ieder geval, hoe hoog zijn deze muren? 3 hoog telkens hè. Hier ook 3 hoog, dus dit 4 hoog. Dit is 4 hoog. Ziet wel cool uit, 4 hoog. We maken hem wel 3 hoog trouwens. Ik heb alleen geen torches, dat is kut. Nou, pakken we deze gewoon eventjes eraf en dan gaan we dat zo bouwen. Zo, zo, zo. Nou, wat is dit toch prachtig, hé? Ja. Ik doe ineens iets, maar dat maakt niet uit. Het ziet er wel prachtig uit, hè? Dat dacht ik ook al, ja. Dus wat we gaan doen is eventjes de toren verder bouwen. En hopelijk is de audio trouwens goed. Als de audio nou verneukt is, dan ben ik echt een lul. Dan ga ik eventjes te kijken. Dus tot zo. Ik ben zo terug met het kijken of de audio goed is. Oké, de audio was dus gewoon goed. Ja, ik moest even tussendoor, want ik had nog geen test bij me gehad. En als ik nou ging bouwen, en nou was van, ah oh nee, Jeroen, cheater. Want ik heb hier ook al best wel veel hout gepakt. En als, ah oh Jeroen, je bent echt cheater dat je dit zo hebt gebouwd. Dus vandaar wilde ik even zeker weten dat het goed was. Goed, probeer even als eerste met deze. Dus dat is er 1, 2, 3. Eigenlijk 4 hoog, want er moet nog een ding naast. Nou, maar niet uit. 1, 1, 2, 3, 4. En dan doen we hem zo. Tik, 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 tik. Oh, dit is niet mooi. Trouwens, hoe breed is dit? Hoeveel zit het ook tussen? Hoeveel zit er tussen? Want ik dacht dat ik allemaal palen had staan. Ja, zoals dit ga ik doen. Ik zet gewoon een nieuw rijtje palen. Weet je, fuck de regelmaat. We doen gewoon lekker ons eigen systeempje toepassen. Dus doen we zo hier. 1, 2, 3, 4. Ik moet trouwens nog wel even backup maken van mijn computer. Dat is trouwens heel belangrijk. Want dadelijk ben ik bijvoorbeeld deze wereld kwijt. En dat willen we natuurlijk niet hebben dat ik deze wereld kwijt ben, hè? Nee. Dat zou een echte ramp zijn. Goed, hoeveel kunnen we tussen laten? 1, 2, 3, 4 ertussen of zo. En die 1, 2, 3, 4 ertussen. En dan heb ik hier. Nou, komt dit toch mooi uit? Wat komt dit toch mooi uit? Zeg. 1, 2, 3. En dan doen we hem zo. Hop. Haal ik weer niet. 1, 2, 3. En hoe zo? Tak, tak, tak. En tak, 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 tak. Nou, prachtig. Heel eventjes wat te vreten pakken. Want anders flikker ik zo meteen nog dood. Ik heb echt een hekel aan als je niet kan rennen. Als je hungerbar gewoon zo leeg is dat je niet meer kan rennen. Daar kan ik me echt helemaal kapot aan ergeren. Pak even wat appels erin, joh. Wat maakt het uit? Wat gold. Oh, trouwens hebben we helemaal niet zo heel veel gold. Even kijken. Was dit het zo of was het met golden nuggets? We hebben 3 van die golden apples. Is goed zat, joh. Eten. Eten. Zo. En ores. En dan hebben we hier nog maar 3 van dit. Maar dat maakt mij niet veel uit, want ik gebruik toch nooit gold. Ik wil even golden apple. En zit trouwens hier met. Ja, regenerations. Kijk. Kijk, kijk, kijk. Dat is toch hartstikke chill. Je kan het voor mij ook met golden blocks maken. En dan wordt het echt super OP shit. Maar dat gaan we nu even niet doen. We gaan hier eventjes een mooie open. Dus we egale wand maken. Laten we het zo even noemen. Ja, we noemen het even een egale wand. Dat we hier gaan maken. Want die moet toch eventjes dat logo op. En ik weet niet hoe groot en al die shit. Ik weet het niet. Ik moet eventjes misschien deze wereld zo meteen kopiëren. Dat ik dan kan uitmeten hoe groot het moet worden. Nou zit het op 4 volgens mij. Kut. Ren ik weer niet. Jongen, 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 jongen. Jeroen, je kent er echt helemaal niks van. Even kijken. 4 tussen laten. 2, 3, 4. Deze. 1, 2, 3, 4. Deze. Hoppakee. Zo. Zo, zo, zo. Oké, dat past dus dan niet. Godverdomme, ik ben echt scheef als ik weet niet wat. Wauw. Kijk, 1, 2, 3, 4 ertussen hier. 1, 2, 3, 4 ertussen hier. Hoppakee. En bam. En. Bam, 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 bam. Wat zit hier? Meuk aan mijn hand vast. Is niet chill. Trouwens, ik werk tegenwoordig ook. Misschien leuk om dat te vertellen. Of misschien boeit het je ook geen flikker. Dat kan ook, weet je. Dat kan ook.
kan ik begrijpen, weet je, dat mijn privéleven niks boeit. what the fuck, Jeroen. Maar tegenwoordig heb ik dus een baantje, voor het eerst. Ik heb nog nooit een baantje gehad. En met dat baantje ga ik centjes verdienen. Met die centjes gaan gedeelte gaat gewoon naar YouTube toe, aan centjes. Ik weet denk van, oh mijn god, Jeroen, hoe zit dat dan? Nou, ik ga bijvoorbeeld een nieuwe microfoon kopen. Dat heb ik bij deze besloten. Nee, ik... Deze microfoon die ik nu hier gebruik, die doet het soms echt heel raar. Heel gekraken. En ja, dat is gewoon niet chill met opnames. Dadelijk dan heb je dan super vet iets opgenomen. Dan is zo van, ja, Jeroen, fuck jou. Ik ga lekker kraken vandaag. En dan is oh man, dan meen je deze. En dan zegt hij, ja, dat meen ik. Ja, en dat is gewoon kut. Ja, dat is heel simpel, maar zo is het gewoon echt. Het is gewoon kut. Gewoon... Ja, ik weet niet wat ik verder om moet zeggen. Het is gewoon kut. Als je zelf een YouTuber bent, die hebt ooit gehad als je microfoon heel random ging kraken, dan weet je precies wat ik bedoel. Het is gewoon kut. En ik zit even te kijken hoe ik dit hier ga infixen. Ik denk dat dit wel genoeg hout zou zijn. Zo. Ja, mooi. Die weg en die weg. Zo. Dan lijnen we dit eventjes mooi helemaal hier achter naartoe. Weet je, dan gaan we dit misschien eventjes verplaatsen. Misschien ook weer helemaal niet. Weet je, ik doe gewoon zo en dan ben ik er ook klaar mee. Wordt dit een beetje een backstage gebied, weet je. Waar dan eigenlijk niet hoort te komen. Er zijn van die badass mensen die alsnog altijd komen. Weet je, dat zoiets een beetje. Ik weet alleen waarom hier geen glas zit, maar... Dat kan ook voor iets anders zijn geweest dat daar geen glas zit. Goed, dus ik moet trouwens nog een keertje weer gaan minen. Hey. Moet ik gaan minen? Dus dat wordt nog een heel avontuur, dat minen met mij. Even kijken, dit is zo. En dan maken we hier gewoon een muur van. Zo. Een hele grote trap met een muur. En dan heeft het een heel random huis. En dan... Maakt mij geen ene flikker uit als het heel random is hier. Dat is gewoon leuk als het random is, het huis. Weet je, zo saai als dan zo standaard muurtjes zijn en zo, weet je. In ieder geval, dat is mijn mening. Het kan dat je iets heel anders van vindt. Misschien is het handig als dit trouwens een stukje naar voren is. Weet je, zeg maar, overal eentje naar voren. Lijkt mij in ieder geval. Weet je, het komt er net iets mooier uit. Qua, naar mijn gevoel dan tenminste, weet je. Want nu... Heb je dus als je boven komt twee plakjes om te lopen. En dan zit je weer maar één blok in. Om zo recht langs de zijkant. Dan ja. Hopelijk snap je wat ik bedoel. Anders dan hebben we hier een heel groot probleem. Ik kan trouwens van dit even allemaal planken maken. Want ik heb toch heel veel planken nodig om zo meteen de muren in te vullen. En ik heb nog steen nodig om de muren in te vullen. En veel werk hoor. Heel veel werk hier ook. En ik flikker erin. Hier zo eruit. Hier moet ik ook nog opvullen. Weet je wat? We gaan het gewoon opvullen met stone slabs. Waarom? Omdat, dikke YOLO. What you gonna do? I'm such a bad boy. Oh, ik ben zo echt... Oeh. Damn. Er zijn mensen die hier nu gaan haten van... Oh mijn god, Jeroen. Je moet echt niet meer zo ruig doen. Dan zeg ik van... Ha, dat betaal ik zelf wel. What the fuck? Dat bepaal ik zelf wel. Want ik ben een bad boy. Ha ha ha. Ja, oké, dit slaat weer helemaal nergens op. Maar zoals gewoonlijk is dat. Want ja, sla mijn video's ooit ergens op. Behalve als ik zeg het slaat op de tafel. Terwijl als ik dan zo op de tafel op mijn bureau sla, snap je hem? Nou, kutgrap. I know. Dat is waarvoor ik hier ben. Voor de kutgrappen. Dus, dan hebben we dus hier dit. Ja, ziet er mooi uit. Gaan we dit. Wat zullen we hier doen? Hier maken we high enchantments van. Maak iets van low enchantments of zo. Dat lijkt me wel een goed plan. Low enchantments en high enchantments. Wil ik wel even die lever hieronder eventjes wat verplaatsen. Ho. Want als we dan in plaats van hier in het hoekje zetten. Hier. Zo. En dan kan hij wel eventjes naar beneden blijven stromen trouwens. Dan hebben we zo meteen al die potatoes op het uiteinde. We hoeven daar zo meteen geen zorgen meer over te maken. Dan kunnen we deze twee redstone hier weghalen. En dan hebben we dat gelijk al safe. Doen we hier gelijk eventjes een muurtje bouwen. Dat we dit niet per ongeluk kapot maken. Zo. En dan doen we nu weer aan. En dan doet hij het alsnog
Ja, dat doet hij als het goed is, doet hij het nog. En natuurlijk doet hij het. Natuurlijk, want ik heb dit ding gemaakt. En dan is het ook geweldig als ik zoiets. Maar oké, Jeroen, je moet niet overdrijven. Sorry, ik zal het niet meer doen. Het spijt me. Het spijt me. Goed, ja, ik moest nog iets fixen zodat hij meer potatoes op kon gooien op dit stuk. Want dat kan dus nu niet. Ja, dat moet ik eventjes fixen. En dan ga ik nog rechts bovenaan nog ergens een andere farm maken. Weet je, ik wil een toren maken. Maar niet zo over de top toren als bij Suburban Gameplay. Want dan is het weer zo na aanbrug en dat vind ik niet chill. Dus vandaar dat we het eventjes zo gaan doen. En kijk, dit is wat ik bedoel met kapotte videokaart op het begin van de aflevering. Dit is gewoon laggy, 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 laggy. Dat komt dus door een kapotte videokaart. Nou. Ja, mooi man. Dit ziet er mooi uit. Zeker weten dat dit er mooi uitziet. Eigenlijk niet. Zo, moeten we hier even naar binnen. We moeten even deze opvullen. Dan gaan we de volgende opvullen. Dan gaan we denk ik... hoe lang is de aflevering nu? 6 minuutjes plus 9 minuutjes is 15 minuutjes ongeveer. We gaan zo meteen even aan de voorkant kijken. Even die invullen. Weet toch, zo gaat die dingen. We gaan dit nog een andere keer fixen, weet je. Misschien een keertje offscreen, want anders duurt het ook weer zo lang. Weet je, als jullie het niet erg vinden in ieder geval, vind je het erg als het offscreen is, laat het even weten. Anders dan doe ik het even offscreen. Natuurlijk niet het logo, want het logo is wat chill voor in de aflevering. Goed, ik denk dat de noordverdieping op moet en dat we dan het logo erop kunnen passen. Anders is het denk ik niet groot genoeg hier voor het logo. Ik wil echt groot over de top logo erin, weet je. Dus dat lijkt me cool. Dus als we zo eens kunnen fixen, zou wel chill zijn. Dat zou zeker weten wat chill zijn. Dan gaan we hier, als we dan dat houten daar weghalen en dan zo'n lange balk van maken, lijkt me wel grappig. Weet je. Hier maken we gewoon wat grote ramen in. Hier ligt een ei en een gat. Moet ik buitenkant ook nog een keer fixen. Oeh ja, Jordi en Darkje en Hendrik zijn dood. Hier maak ik ook wel zo'n hele grote balk van. Ja, hier kunnen we wel iets van maken hoor. Dit is geen probleem, daar kunnen we wel iets van maken. Het wordt een heel gek gebouw, maar dat maakt me helemaal niks uit. Maakt me echt geen hele flikker uit dat het er gek uitziet, dit gebouw. Weet je, dan hebben we dat weer mooi als aandenken. Ja, gek gebouw aandenken. Oké, dus hangen we deze even weg hier zo. Zo, en dan doen we het even omzetten natuurlijk. Zo, 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 zo. Zo, 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 zo. Zo, en er wordt gebeld. Is het intern of extern oproep? Het is intern, die moet ik opnemen. Hopelijk ga ik knippen, anders dan zie je nu wat ik even aan het bellen ben. Dat zo. Goed, dat was het tweede knipje ineens. Holy shit, mijn FPS in een gigantisch hoog. 120 FPS, dat is echt sick. In ieder geval, heb ik dit net gedaan in of buiten opname? Ik weet het niet eens meer. Ik weet het niet eens meer. In ieder geval, dus ja, wat er net gebeurde was even telefoon. Was eventjes sissel mijn nissel, was belangrijk. Oké, okay? Spijt me. Oké. Okay? Sorry, ik zal het nooit meer doen. Dankjewel. Oké, okay, sloeg helemaal nergens op, maar dat maakt allemaal niet uit. Wat dus was net, was van... Oh man, ik weet niet wat het was. Oh ja, dat was... moest even naar beneden komen, maar... Telefoon, dat is van intern, extern. Bij mij thuis wordt gewoon intern, extern gebeld. Voor de mensen die niet weten wat het is. Intern is dan ben je in een huis, dan ben je een andere telefoon in het huis. Dus in plaats van dat ze door het hele huis gaan roepen van... Jeroen! En dan bellen ze gewoon even naar boven, dat is... Veel simpeler, want die hoor ik veel vaker dan naar beneden roepen. Want we hebben een best wel groot huis, echt. En als ik de deur dicht heb, ik ben het opnemen. Ik heb deze headset op, hoor je super weinig. Dan hoor ik heel vaak niet als ze gewoon roepen. Dus dan hebben ze een telefoon, want die staat hier naast me. Die hoor ik sowieso. Dus vandaar dat we het op die manier doen hier ook. Nog iets wat ik was vergeten te vertellen net over de update. Is dat ik de Minecraft, komt deze Minecraft serie. Blijft natuurlijk doorgaan. Er komt nog één Minecraft serie. Ik moet even eten hebben trouwens. Er komt nog een andere Minecraft-serie, die komt, ja, soort van terug, soort van vervanging. Ja, je snapt wel als je dus ziet. In ieder geval niet met Magni Gamen, wat alle andere Minecraft-series zowat waren. Maar allemaal met Magni Gamen, nou deze niet. Zal ik ooit nog wel een keertje voor jullie uitleggen. Heeft ermee te maken dat ik geen idee heb wat er gebeurt met die kerel. Hij reageert nu op Skype, allemaal video's verwijderd, ik snap er helemaal niks meer van. Ik snap er helemaal niks meer van. Weet je, laat me zitten. Het was leuk zolang het duurde. Maar ik ga er maar gewoon vanuit dat hij van YouTube is gestopt of zo. Weet je, dat denk ik. Ik bedoel, hij heeft ook al echt geen
al meer dan een maand of zo niks meer geüpload of zo. En dat ging best wel lekker hoor. Maar ja, nu heeft hij denk ik heel veel video's verwijderd. Upload hij niks meer. Dus ik weet niet wat het is, maar het lijkt mij dat hij is gestolen uit het niets. Dus ja, ik ga niet stoppen natuurlijk. Maar de Minecraft series wel. Komt dus deze, nog een andere, kwam allebei het weekend, weet je, weekend wordt het meest bekeken, Minecraft wordt het meest bekeken, dan heb je dus dubbel op. Vergeet wat is er nog meer, wat gaat er, oh ja, Minecraft wordt een half uur. Ik zat te denken om de Minecraft aflevering naar een half uur te brengen, weet je, ik heb 2 keer per week, het is sowieso de best bekeken serie, dus ja, waarom ook niet langer. Ik bedoel, dan hebben jullie meer te genieten, en ja, kan ik meer doen in de Minecraft? Want in Minecraft kan je zoveel doen. En het is zo'n breed spel. Dus het is, ja, bijna moeilijk om 20 of 10 tot 20 minuten video's te maken. Dus vandaar dat ik zeg, van weet je wat, dan veranderen we die 10 tot 20 minuten in 20 tot 30 minuten. Dat lijkt mij wel een heel erg strak planos. Goed, dit moet ik ook nog een keer fixen. Ik heb superveel shit die gewoon kapot is die ik nog steeds een keer moet gaan fixen. Maar ja, dat komt nog wel een keertje. Rustig aan. Alvast, laat even weten wat je van die updates vindt. Daar ben ik erg benieuwd naar, weet je. Vind je het leuk dat, of leuk, kut dat het nou even weg is, weet je. Dat laat het even weten. Ik vind het zelf wel even kut dat ik nou even 2 weken of zo niet kan uploaden. Ik denk misschien wel langer zelfs. Dat is gewoon kut. Hier moet ik gewoon nog iets cools mee maken, weet je. Coole kamer. Hier moet ik nog even fixen. Deze kamer ga ik nu fixen. Er kunt alles beter via hier lopen. Zo. Heb ik dat ook gelijk weer gefixt. Goed, laten we het zo doen. De helft. Daar hebben we toch al zat hout mee. Zo. Nou, kijk, dat ziet er toch prachtig uit. Even een torch, anders dan komen ze meteen allemaal monsters achter spawnen. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Dat willen we zeker weten niet hebben. Zo. Dan loopt hier natuurlijk weer een muurtje voor deze enchantments. En dan loopt hier een muurtje voor naar deze enchantments. Ja, dus loopt dit hier naar boven toe voor die enchantments. Dan wil ik hiernaast eigenlijk ook nog iets. Nou, eigenlijk geen enchantments. Die wil ik hier niet hebben of zo. Doe ik zo. Komt hier nog iets speciaals achter? Heb je een idee voor iets speciaals wat ik hier kan neerzetten? Laat achter in de reacties. Ik ben benieuwd. Verras me met gekke dingen. Meest scheve muur ooit is dit, hé. Echt niet normaal. Weet je wat, ik maak hier wel low enchantments. Dan zit hier zeg maar die table. Hoe ga ik dit aanpakken? Hoe. De tafel zit dan zeg maar hier. Nee, hier wil ik die tafel. Ik weet het niet hoe ik dit ga aanpakken. Dat zie ik vanzelf nog wel een keertje dan, hoop ik. Waarschijnlijk niet, maar weet je, als ik weet wat ik hier ga doen, dan laat ik het jullie wel weten. Ja, eigenlijk moet ik nou echt een vet idee hebben om hier het neer te zetten. Weet ik niet, dus ja, voor nu is het nog eventjes een beetje een verrassing wat hier gaat komen. Niet alleen voor jullie, maar ook voor mij. Er komt in ieder geval een enchantment table, weet je, op de weg naar boven. Mooi een enchantment table, hier moet ook nog iets cools. Ik weet alleen niet wat we hier dan kunnen plaatsen. Nou ja, het zal wel, geef ik ook niet heel veel om. Daarna even dit hier in opvullen. Of trouwens eerst even hier. We hebben dit alleen maar onze hand. We vullen wel even hiermee iets op. Zoiets. Weet ik veel. Ik doe allemaal maar wat. Dus alsjeblieft niet boos worden als het er niet uitziet. Ik probeer gewoon wat. En als het er niet uitziet. Ja, jammer dan. Kan ik niet heel veel aan veranderen. Goed. Dit kan ook gewoon helemaal vullen met hout. Weet je, is niks te zien. Dus dan hoeft er ook geen raampje in. Zo vullen we dit gewoon helemaal op. Zo dicht. Zo bam, bam, bam. Bam, achter de schermen. Hoef je allemaal niet te zien dit. Ik bedoel, wie boeit het nou wat hier allemaal achter staat. Maar niet in ieder geval. Even kijken. Dan zetten we hier een torch neer. Dat hier in ieder geval geen beesten komen.
Ramen zo op deze manier. Ja, joh, ik vind het allemaal best. Ik vind het allemaal best. Misschien moet ik een keertje aan Jurgen vragen of hij een beetje wat bouwtips kan geven. Weet je wel, hij zit bij Biofrost. Weet je, heel build team. En ik zit een beetje aan de kloot hier. Dus misschien dat ik hem wat tips een keer kan vragen. Dat we dan iets fatsoenlijks kunnen maken in plaats van dit geval. De Toren El Kodaaf. Dat is wel een vette naam, Toren El Kodaaf. Klinkt wel vet. Dat klinkt wel vet, vind ik. Nou, klik tik. Tik, 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 tik. Zo, opvullen. Dat, 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 tam. Shit, oh, wacht, ik heb nog wel hout hier. Hout. Daar houd ik van. Oh, woe. Je bent op dreef, Jeroen. Goeie grappen, zeker weten. Nee, ze zijn eigenlijk best wel waardeloos. Maar dat maakt mij helemaal niks uit. Zo. Nou, dit wordt een prachtige verdieping dit. Geen idee wat hier dan weer gaat komen, maar dat maakt allemaal niet uit. Het huis is echt heel random. Heel random. Ik meen het. De helft is ook nog leeg. Ik moet een keertje misschien alles gaan opvullen. Dat netherhuis is ook nog helemaal leeg, maar. Weet je, dit is gewoon een vette toren die ik nergens voor ga gebruiken. Maar dat maakt allemaal niet uit. Kijk. Nou, wat prachtig. Zet er weer een verdiepingje op. En hoe lang zijn we nou al bezig? Ik heb geen idee. Want het zijn drie keer een los opnametje. Dan zie ik dus drie keer de timer. De eerste was 6 en dan was die andere was 10 minuten of zo. En dan, deze die is nu 8 minuten. Dus we zitten bij elkaar wel op zatte tijd. Dus dan ga ik je wel hier afsluiten. En dan denk ik dat het wel een goed lange video is, hoop ik. Dus, bedankt voor het kijken. Hopelijk kijk je de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu nog maar één ding. Je weet al wat het is. Dus ga mezelf even na. Wat is het? Wat is het? Het standje 69 bed. Nee, dat ga ik niet zeggen. Maar dit is wel het standje 69 bed. Wat best wel grappig is. Dus weet je inmiddels al wat het is wat ik wil gaan zeggen? Nee, nog steeds niet. Dat is heel erg jammer. Dan zal ik maar eventjes gaan verraden wat het is. Zal ik het doen? Zal ik verraden wat het is? Voor mij zit het high. Ja, dit is een hoge kwaliteit tegenspreek. Nou, maar ja, het zal ik verraden wat het is. Het is later.